ik hou van deze stad. Rotterdam, dat is echt mijn stad. En wat ik heel graag wil doen, is iets terug doen voor de stad. En ik vind het belangrijk dat mensen zich goed voelen en dat ze goed voor elkaar zijn. En dat kan je alleen maar doen als je in een goede leefomgeving leeft. Dus ja, wat ik hoop te bereiken in ieder geval is voornamelijk meer groen aan te planten. De leefkwaliteit verbeteren op die manier. Dus, ik ben voornamelijk ondersteunend in de wijk en op de parken van mijn collega's. Ik sta één keer per week op het Eco-Kinderpark bij Evie in de tuin en één keer per week bij Franklin om daar te helpen op Afrikaandertuin. En dan hebben we vandaag, zoals de woensdag, een bloem op in de Oleanderbuurt. Dan lopen we hier door de wijk heen om het groen te onderhouden en te praten met de mensen. Een beetje de sfeer proeven in de wijk en aanvoelen. Kijken waar wij eventueel kunnen helpen. Ja, dit is natuurlijk weer dit is nou niet echt een superrijke buurt of zo. Dus je merkt dat mensen die zijn veel meer buiten. Dus die zijn gewoon veel meer op straat, gaan meer met elkaar om. En wat ik dan ook wel in het centrum zie, en vooral 's avonds, ja. Er loopt bijna niemand op straat, want mensen wonen vrijwel buiten het centrum. Mensen die in het centrum wonen, die zie je bijna niet. Die zit allemaal binnen. Ik kom zelf uit het centrum en daar is het allemaal heel druk, gehaastig. En mensen die lopen liever dwars door je heen. Of die willen graag iemand anders zijn. En ik merk dat in deze wijk bijvoorbeeld en vooral op Zuid, zijn de mensen toch een stuk, ik denk toch wel iets rustiger. Meer zichzelf. Maar goed, ja, kijk, zo heeft iedere wijk zijn... Zijn eigen sfeer, denk ik.